is woensdag en het regent echt vreselijk buiten. Ik ben vanmorgen naar de BNI geweest, naar de netwerkontbijt, weer een extra ochtendje meegepakt. En om 10 uur verwacht ik Helma Meeuwissen. En ik ga met haar shoppen. Ze krijgt kleuradvies, stijladvies, haar make-up advies. Dus ik ga vandaag een dagje met Helma op pad. Natuurlijk even lunchen. Lekker hoor. Zo, ziet er echt goed uit. Nee, die is de... Deze twee wel. Nou, en deze weer iemand geslaagd vandaag met een dagje shoppen. Ik ken Hoofddorp niet. Ik ken Hoofddorp ook niet. Maar we zijn dus nu in Hoofddorp. Wat zijn de trends van de winter? Panter. Echt alles is met panter. Ik vind het wel leuk. Leuk zo dat ze de omslag van bij de... Ja, ik vind dit ook heel erg leuk. We gaan even binnenkijken. Is het wat? Oh, maar toch is die achterkant ook leuk. Doet de achterkant voor Jessie's. Echt leuk, hè? Waar is die van? Die is van Espresso. Nou, oh, tof. Ja. Ik zou hem wel weer zonder sjaal doen. Maar ja. Echt leuk. De Avondans. De Avondans. De Avondans. Oh, kijk, hier zelfs aan de binnenkant. Zit het ook? Ja, voeren. Echt. Weektopper. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is wel panter, Ans. Ik weet het wel. Zeg het maar, welke gaan we draaien op 538? Thursday Sex. Van Jeremiah. Te oud of zo, dat ik het echt dom vind. Ah, nu zie ik wel wat. Yeah. Hi. Hi. Ik lig nu in bed. En er vliegt iets in de kamer. En ik durf ook niet meer in mijn eigen bed te slapen. Je durft ook niet meer in de eigen bed te slapen. Zo niet? Omdat ik al 3 spinnen heb gevonden. Oh. Ik hoor hem. Het is een slotplaatje met een doolhof erin. Moet je oplossen. En zo'n sleutelpij gebruiken voor marketingdoeleinden. Als je bijvoorbeeld hebt over een curriculumproject wat je wil communiceren. Of sleutel aan de toekomst. Dat heb ik ook bijvoorbeeld gedaan. Maas, waar wil je me hebben bij je watertje? Ja hoor. Het compenseert mooi. Ja, wel eens. Mooi contrast. Ja. Ja. Ken gaat aan de bak. Ik zet hier je spullen, Ken. Ja, je bent in het hoekje gaan zitten omdat je denkt, ik kan het niet. Nee, ik denk precies, ik denk, dat valt er niet zo op. Oh, nee, oké, dan is het goed. Nee, ik snap het. Juist, ik ga even uit de drukte. Oh, we gaan hier lekker even zo overheen lopen. Oké, nou, lekker. Ja. Goeie mens. Kom. Een lekker poedertje daarin aan doen. Lekker poedertje? Maken. Oh, oké. Okay. Heerlijk. Ja. Voor de rest... Goed, het is een busy day. Busy day? Dus ik heb een we gaan vloggen. We gaan vloggen. Ja, we gaan nu dus... Wie wil er nog meer op? Gooi jezelf op de camera. Gewoon allemaal op de vlog. Lekker eten, dat ziet er precies uit. Ja, en we moeten even reclame maken voor die taart. Die Mandy niet helemaal opgegeten heeft, maar die was echt wel. Hallo, maar ik ga hem nog opeten, dus ik vind het helemaal niet lief dat ze zo even de broek. Die masterbroek van vandaag, toch? Edam. Edam. Heerlijk. Heerlijk. Nou, en de mannen zijn ook net aan de beurt geweest. Mannen zijn klaar. Niet, hebben jullie niks gefotografeerd? Helemaal niks. Nee, dat wilden we ook nog doen. Maar je komt er dan gewoon niet naartoe. Dan ben je bezig en dan wilde die wel, die wilde niet. Nou goed, maar is genoeg hoor. En waar zijn we vandaag? Het is vandaag zondag en ik ben bij Fort Beemster. Dat is een sauna complex. Echt heel schattig. Maar ik ga vandaag niet naar de sauna, want ik ga er vandaag werken. Want er is een hippie markt.
Jawel. Ik ga daar met Angela en Saskia staan. Dus, nou, ik ben heel benieuwd of het druk wordt en zo. Moet je zelf ook een soort van hippie? Nou, ik denk fladdertjes. Fladdertjes, dan ben je een beetje hippie, toch? Goedemiddag! Hallo! Hey. Hallo! Hallo. Hoe is het? Nou, we zijn net begonnen met werk. Ja. Ach, anders functioneren we niet, hè? Het is toch ergens 5 uur of niet? Ja, denk het wel. Ik schrok. Lekker, hè? Een beetje dit erbij, zo.